het moment zelf dat je Nederlands kampioen wordt is super mooi. En je mag daarna natuurlijk een rood-wit-blauw pak aan. Dus uiteindelijk, die jaren daarna, is het eigenlijk het besef gekomen dat het zeg maar, wel iets meer heroïs is dan dat ik toen de tijd dacht. En ja, hoe ik er nu aan terugdenk, is dat voor mij nog altijd wel een, zeg maar, echt een moment om te koesteren. Ik ben Christian Groeneveld. Ik ben regerend Nederlands kampioen op natuurreis in 2013 op het Veluwemeer. Ja, we hadden een mooie winter in 2013. Ons natuurreisseizoen begon eerst in instantie zeg maar, op de opgespoten baantjes. En ook al een goede hoop op dat er meer natuurreis zou komen. En uiteindelijk werd het toen bevestigd dat er Nederlands kampioenschappen zouden komen op het Veluwemeer. En ik was eigenlijk dat seizoen in een soort van vorm van mijn leven en keek er heel erg naar uit. En toen het startschot klonk, ja, dan zit je helemaal in het wedstrijdelement. En ja, het verliep voor mij heel soepel. We hadden een super sterke ploeg en we hadden eigenlijk 6 sterke rijders die allemaal konden winnen. Ik reed weg in de laatste ronde en heb toen een solo gereden van 5 kilometer. Eigenlijk heb ik geen één keer omgekeken tot het moment dat iemand langs de kant riep: kom op, nu samen naar de finish. Ik dacht samen, maar ik hoor helemaal niemand. Dus ik kijk om en ik zag niemand. En toen ben ik gewoon in één streep naar de finish toe gereden. En eigenlijk pas de laatste 100 meter besefte ik dat ik Nederlands kampioen ging worden. Ja, en toen de mooiste overwinning die ik behaald had. Schaatsen op natuurreis, wat voor mij echt mooi maakt, dat ik eigenlijk van jongs af aan een sloot woonde. En dat ik dan weet ik nog heel goed, dan ging ik gewoon met mijn broertje op het schaatsen naar school toe. En uiteindelijk ben ik dan schaatsen geworden en ook marathonschaatsen. En ja, voor een marathonschaatsen is natuurreis gewoon het allermooiste wat er is. En helemaal Nederlands natuurreis. Dat zullen mensen denk ik nu ook wel merken. Je schaatst in je eigen land op water waar je normaal misschien een keer met een bootje vaart. En dat je er nu in één keer kan schaatsen en gewoon het geluid van het ijs is. Ja, het is echt fantastisch. Ik bedoel, ik had zelfs nu, ondanks dat ik niet meer kan schaatsen, heb ik nog steeds die kriebels gewoon van als ik zie dat het gaat vriezen. Dan weet ik gewoon eigenlijk, heb ik nog steeds het gevoel wel wat ik toen de tijd ook altijd wel had. Ik heb een ongeluk gehad in 2014, oktober. En daar ben ik dus een dwarslesie opgelopen. En daar heb ik eerst eigenlijk 2 jaar lang heel intensief van gerevalideerd. En, ja, en daarnaast heb ik eigenlijk een beetje, ben ik gewoon eigenlijk mijn maatschappelijke carrière op gaan bouwen. In eerste instantie was het in het schaatsen. En nu werk ik voor PwC in het marketingteam. En maak ik daar foto- en videocontent. Inmiddels ook een nieuwe sport gevonden. Ik ben aan het tennissen. En dat is wel iets waar ik ook echt heel veel energie uit haal en ook wel echt verder in wil gaan. Verder ben ik dan weer niet zo heel veel meer betrokken bij het schaatsen. Al volg ik het nog steeds. En met name nu het natuurlijk een natuurreis kwam. Als er wel een natuurreis was, één keer een natuurreis was geweest, had ik zeker voor de buis gezeten.